Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag is het geen urbex video of een klim video. Vandaag ga ik het hebben over de coronaperiode deze tijd. Hoe het kanaal een beetje gaat lopen nu. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. We beginnen nu met het avontuur en zo, want we kunnen minder vaak weg nu, minder vaak naar België. En de meeste plannen die we dit jaar hadden, die zijn wel in het water gevallen. Maar er zijn nog een paar avonturen die er aankomen. Ik ga nog niet alles verklappen. Maar het wordt wel heel erg vet. Zodra we weer met z'n allen in de auto mogen, gaan we naar België. En misschien nog een ander land. Dat weet ik nog niet heel zeker. Moeten we nog even bekijken hoe we dat gaan doen. Want niemand van onze groep heeft een auto. Maar en dan nog wat. De afgelopen tijd heb ik op YouTube natuurlijk video's gemaakt. Van 2017 tot nu. En ik ben ook bezig met de kwaliteit van de video's en het filmen, zeg maar. Want ik ben ook bezig met beter filmen en zo. Misschien merken jullie het ook wel. Want ik merk zelf ook wel een beetje, bijvoorbeeld als ik een andere camera erbij pak. Hoor je het geluiden van mijn lens en zo. Dat gaat allemaal veranderen. Ik ga eraan werken, dus dat komt allemaal goed. Video's gaan ook beter worden, dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Het enige wat minder fijn is dat al mijn camera's geen microfoon ingang hebben. Dus moet ik een keer een draadloze audio recorder kopen. Het komt ook wel goed. Maar ja, dat wou ik dus eigenlijk gewoon vertellen. En er komt morgen of over een paar dagen komt er ook nog een video online van een paar maanden geleden dat we naar België waren geweest. Naar een verlaten boerderij met nog allemaal spullen erin en zo. De keuken was ook nog best wel intact. Lag wel wat zooi op en zo. Ja, jullie zien het allemaal in die video die morgen of over een paar dagen op YouTube gaat komen. Dat wou ik eigenlijk gaan vertellen en meer heb ik eigenlijk niet te zeggen nu. De camera begint ook onder het stof te zitten. Dat vind ik wel wat minder. Ik ga ze wel weer schoonmaken, maar . Nou, dit wou ik dus even vertellen. Een corona update is. Als de coronaregels weer versoepeld gaan worden, gaan we dus weer reizen. Naar België en de rest dat verklap ik nog niet. Er komt een nieuwe video aan en natuurlijk de kwaliteit van de video's worden verbeterd. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.